Goedemiddag gemeente en gasten, hier in de kerk aanwezig of thuis verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee H.D. Rietveld uit Nijkerk. De schriftlezing in deze dienst is uit Mattheüs 24, de versen 1 tot en met 35. En het thema van de verkondiging is Jezus onderwijs over de tekenen van zijn komst. Mededelingen namens de kerkenraad. De bankcollecte in deze dienst is bestemd voor de vaste kosten van de kerk. Graag bij voorkeur maandelijks overmaken op het rekeningnummer van de kerk. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor twee diaconale doelen. Het eerste doel is stichting Het Passion en het tweede doel is stichting SOS Zeevarenden. Vanochtend hebben we hier al voorbeden voor gedaan en meer informatie kunt u vinden op de zondagsbrief. We gaan nu zingen Psalm 67, vers 1 en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Onze hulp en onze verwachting ook in dit middaguur is in de naam van de Heere, de God van Israël die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente hier en thuis, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk te gaan staan.
afgelopen zaterdag op zondagnacht is onze zuster Ernia van der Klift Hiens in de Heere ontslapen. Ze heeft de leeftijd van 80 jaar mogen bereiken. De afgelopen periode namen haar krachten steeds verder af en ze was meer en meer benauwd. Maar in dit alles wist ze zich een schaap van de goede herder. Als jong meisje leerde ze al zingen God heb ik lief. Op haar sterfbed zong ze dit ook van harte mee. Gegevens voor de begrafenis die volgen nog willen we onze zuster gedenken door te zingen Psalm 116. Dat die psalm dus die ze geleerd heeft, vers 1, 2 en 11.
willen wij gemeente nu belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan willen we zingen van Psalm 31 en daarvan het 19e vers. Beminde Heere, Gods gunstgenoten, de Heere die vrome hoedt, wees sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Ieder van ons spreekt in zijn of haar hart de aloude woorden mee. Ik geloof in God, de Vader, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We willen uw gemeente van de Heer een zegen vragen over deze eredienst. We willen in onze voorbeden natuurlijk gedenken onze broeder van der Klift en zoon met schoondochter en kinderen van onze overleden zuster. En we denken ook aan zuster Laurette Hazendonk-Smit, die maandag aan een liesbreukoperatie wordt geholpen. En we willen ook denken aan het jeugdwerk, de inzet van onze jongeren. En bij het jeugdwerk en we danken de Heere voor dit werk dat gebeurt. En vragen natuurlijk ook om Gods zegen daarover, om onze jongeren bij de kerk te blijven betrekken. Dankbaarheid willen we de Heere brengen voor al het jeugdpastoraat dat gebeurt in de gemeente. En we bidden ook om zijn zegen voor de jongeren en degenen die in dat pastoraat werkzaam zijn. Laten de gemeente samen de Heere bidden. Zo komen we, Heere, voor uw heilig aangezicht. Wat een wonder dat dat mag, dat dat kan. Eenvoudig wanneer we onze ziel van de wereld, van de drukte, van de dag af willen zonderen en ons te richten op u. U die boven dit wereldgebeuren troont. Het wereldgebeuren vol dreigingen, vol droefheid. Heer, u weet het wat er allemaal in heel uw schepping gebeurt. U die de hele kosmos hebt geschapen, maar in het bijzonder die aarde hebt bereid voor het menselijk geslacht, opdat wij u zouden kennen, dienen en loven. En dan weten we uit uw woord dat daar zo bitter weinig van terecht is gekomen. En dat het eeuwige leven door ons niet bereikt wordt.
En dat de dood in de wereld is gekomen. Straf op de zonde. En dat er generaties lang iedere keer met droefheid wordt vastgesteld. Hij of zij is gestorven. Zo is het ook, Heere, gebeurd met het leven van onze zuster van de Klift. Maar we danken u dat we mogen weten dat ze kon getuigen dat zij inderdaad u lief had. Wat is dat mooi, wanneer we van kindsbeen af die psalmen meekrijgen. En dat we gaandeweg, opgroeienderwijs, met uw woord, met uw genade, met uw zegen, door uw Heilige Geest in aanraking komen. En als u iemand aanraakt, Heere, dan laat u ook hem of haar nooit los. Dan mogen we verbonden worden en blijven bij u door uw Heilige Geest. Want u doet nooit half werk, Heere. We danken u dus dat onze zuster daarvan mocht getuigen tot op het laatst. Maar Heere, haar man, die blijft alleen achter. En de zoon met zijn gezin ook. En dat moet wel verwerkt worden. En dat kan alleen maar, Heere, wanneer we inderdaad de rode lijn van uw genadewerk in ons voorgeslacht hebben gezien. Dat we mogen beseffen, maar die Heere, die is er ook voor mij, voor ons. En dan wilt u ons, Heere, ook leiden. Dan geeft u moed en krachten, we hebben het ook gezongen, die hopend op u wachten. Dan laat u ook nooit een bidder staan. Geef, Heere, dat zo de roepstem die van de begrafenis zal uitgaan, dat die ook zo door mag klinken voor allen die het horen. Heere, wij willen u bidden voor onze zuster Hazendonck Smit. Ze moet een liesbreukoperatie ondergaan. Verhoudingsgewijs een lichte operatie, maar toch, Heere, is uw zegen daarover nodig. U weet het, u kent onze zuster. Geef, Heere, dat de operatie slagen mag en dat ze ook weer mag herstellen, om dan ook de plaats in het gezin als moeder weer te kunnen innemen. Heere, we leggen het voor u neer. We denken, Heer, ook aan jongeren van de gemeente, de jongens en meisjes. U kent ze, Heere, ze groeien op in deze tijd, in deze wereld. Een boeiende wereld, maar ook een bedreigende wereld. En wat is het dan nodig, Heere, dat ook onze jonge mensen weten van u? Heel eenvoudig, mogen leren geloven dat u ons zondaren lief hebt en dat u ons eeuwig behoud op het oog hebt. Dat we daarom al vroeg zijn gedoopt om het teken en zegel van uw genadeverbond te mogen ontvangen. Dan buigt u zich over ons prille leven en dan zegt u al, je hebt mij nodig. Je hebt mijn genade nodig. Je hebt het offeren van mijn zoon nodig tot verzoening voor al je zonden. En dan wil ik je leven leiden tot in eeuwigheid toe. Heere, dat zijn toch de dingen waar het om gaat. Geef dat onze jonge mensen dat allemaal mogen beseffen en dat ze ook mogen groeien in die dingen, in de kennis van u en uw genade. In een wereld vol verwarring en allemaal stemmen, allemaal informatie die we krijgen via de moderne media. We worden overspoeld met allemaal nieuws, fake of echt. En het vraagt allemaal onze aandacht. Als het ons maar niet, Heere, bij u vandaan houdt en ons ook niet van u zal aftrekken. Heere, zo willen we uw woord lezen. En zo willen we luisteren naar wat u, Heere Jezus, te zeggen hebt. Wat u zegt is altijd belangrijk. Dat heeft eeuwigheidswaarde. En wat u gezegd hebt tegen uw discipelen, Heere, het staat beschreven. Uw Heilige Geest heeft daarvoor gezorgd dat uw onderwijs bewaard bleef. Wat u hier op aarde aan uw leerlingen hebt gezegd. Met name ook over de tekenen van uw wederkomst. Heere, al eeuwenlang wacht uw bruidskerk op uw komst.
En dan bidden we, Heren, dat we het onderwijs ook nu weer ter harte mogen nemen. Wilt u door uw geest dat bewerken? Als uw woord opengaat, uw woord verklaard wordt, dat u het zelf toepast aan ons hart. U kent ons, Heren, kleine mensen in een grote wereld. Wat hebben we u nodig? Wilt u ons zo gedenken in welke situatie wij ons ook bevinden, Heren? En zegen ons in uw goedheid. Maak het heerlijk wel onder ons vanmiddag. En wees overal, Heren, waar uw gemeente samenkomt om uw woord te beluisteren, om u te loven en te prijzen, om krachten te mogen ontvangen, om het vol te houden in het strijdperk van dit leven. We bidden het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Dan gaan wij gemeente samen het woord van de Heere lezen. Een groot gedeelte uit Matteüs 24. Jezus onderwijs aan zijn discipelen. Matteüs 24, vers 1 tot en met 35. Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u al deze dingen? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen u op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen ze alleen waren en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen op verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, dat is dus de tempel in Jeruzalem, laat hij die dit leest erop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt: zie, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Of zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Tot zover het onderwijs van onze heiland. We willen nu, gemeente, zingen van Psalm 96 en daarvan de versen 6 en 9. Aanbid hem nederig al uw leven. Leer aarde voor zijn majesteit, voor zijn aangezicht beven. En dan ook het 9e vers. Juich al voor het aangezicht des Heren, want hij komt, die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid en het mensdom zijn waarheid eren. 96 vers 6 en 9.
We willen gemeente in antwoord op de prediking straks zingen van de avondzang. Van de versen 4, 5 en 6, de avondzang vers 4. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En dan ook het vijfde vers. Bescherm ons in de bange strijd van zielsverzoeking en in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En dan het zesde vers. Behoed het hele christendom. Gemeente, wanneer ik zeg dat we in een tijd vol verwarring en onrust en spanning leven, dan hoef ik dat echt niet uitgebreid te verklaren. De hele wereld is in onrust en in dreiging. Natuurrampen zijn er, klimaatveranderingen en oorlogen, aardbevingen. Het houdt niet op. Hoe moeten we dat nou beoordelen? En wat zal er allemaal nog gaan gebeuren? Veel christenen zijn het erover eens dat we in het eind van de tijd leven. Hoe lang kan alles nog zo doorgaan? Hoe erg moet het nog worden? En hoe staan we er zelf in? Zijn we er wel op voorbereid? Toen de Heere Jezus met zijn discipelen over de toekomst sprak, toen deed hij dat naar aanleiding van een vraag van hun. We lazen dat. En dat moet je ook goed verdisconteren wanneer je het antwoord van de Heere Jezus wil begrijpen. Jezus gaat uit van hun vragen van toen. En niet direct op onze vragen van nu. Die zoveel eeuwen later zouden leven. Hij wees toen op de gebeurtenissen die er toen waren en die toen snel zouden komen. Voordat hij zijn eeuwig koningschap op aarde zou vestigen. Voordat deze aarde van de zonde en de ellende en de dood gereinigd zou zijn. Wanneer hij alle mensen zal oordelen voor zijn rechterstoel. We hebben het al beleden zo even. Iedere zondag doen we dat. Van waar hij komen zal om te oordelen. Twee gezichtspunten, gemeente. Jezus over zijn toekomst. Zijn komst naar ons toe. Zijn onderwijs van toen en zijn onderwijs voor nu. Het was op de dag, dat hebben we gelezen, dat de Heer Jezus voor het laatste tempel van Jeruzalem had bezocht. Dat gebouw waar hij als 12-jarige jongen al naartoe ging. Zijn ouders hem toen niet konden vinden en dat hij tegen zijn moeder zei, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zoals hij toen die eerste keer de schriftgeleerden gesproken had, zo deed hij dat ook voor het laatst. En dan lezen we dat zijn discipelen bij hem kwamen toen hij dus uit de tempel ging en dat ze zeiden, meester, ziet u die gebouwen? In Lucas 21, daar lees je de verkorte versie van het onderwijs van Jezus. Daar staat dat sommigen zeiden dat die tempel met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was. Dus het was een mooi gebouw. Echt in dienst van, gewijd aan de God van Israël. We waren trots op. Een woonplaats voor onze God. En dat is nou juist voor de Heer Jezus aanleiding, gemeente, om die trots en die zelfgenoegzaamheid wat te temperen. Ziet u al deze dingen? Voorwaar, ik zeg u, dat hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet zal worden afgebroken. Nou, dan worden de discipelen nieuwsgierig en ongerust. Zeg ons, wanneer zal dat gebeuren, al deze dingen? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Ze stellen dus drie vragen over de verwoesting van de tempel, over het teken van Jezus' komst en in de derde plaats de voleinding van de wereld.
En het antwoord dat de Heere Jezus geeft, dat omvat al die drie vragen tegelijk. Hij geeft een totaalvisie. Terwijl die gebeurtenissen in de toekomst best wel ver uit elkaar kunnen liggen. Maar Jezus zet alles in het brede verband van zijn wederkomst. En dan begint hij met te waarschuwen tegen dwaalleraars. Tot driemaal toe trouwens in dit stuk. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. En inderdaad zijn er in de loop van de tijd heel wat mensen geweest die zich geroepen voelden om met hun eigen geestelijk leven en hun eigen boodschap te komen, om indruk te maken op anderen. In de tijd van de Joden in Israël, er waren toen ook wel bijzondere figuren die zeiden dat ze de Messias waren. Maar in de christelijke kerk zijn er ook heel wat mensen geweest die meenden dat ze op gezag van God konden spreken. Ze zullen velen misleiden, zegt de Heer Jezus. Het tweede teken dat hij noemt, dat zijn de oorlogen en de geruchten van oorlogen. Nou, we leven tegenwoordig in een tijd dat er altijd wel een journalist is of een gewone burger die opnames kan maken en op internet kan zetten. Hè? Op het wereldwijde web, je kan van alles zomaar zien. Men hoorde natuurlijk vroeger wel van oorlogen of geruchten van oorlogen. En dat zaaide natuurlijk veel paniek bij de mensen. Maar zegt Jezus, pas op, wees niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Al die oorlogen, al die verwoestingen, al die woelingen tussen de volken, die botsingen, ze horen bij het raadsplan van God. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Al die spanningen, al die dreigingen die we dagelijks kunnen horen en zien op het nieuws, die horen bij deze zondige wereld die op weg is naar het einde dat de Heer bepaalt. Er komt geen wereldvrede door de Verenigde Naties, hoor. Hoeft u niet op te rekenen. Kijk van al die dreigingen niet op, zegt Jezus. En hetzelfde geldt ook voor de hongersnoden. Daarvan kunnen we ook nog steeds horen, nietwaar? Hele gebieden van Afrika die verdrogen, oogsten die mislukken. Dan zie je ook dat de mensheid nog steeds niet een goede rentmeester is over de schepping van God. Bodemverwaarlozing, milieuschade, we weten ervan. Maakt het alleen maar erger. Als vierde teken noemt de Heere Jezus besmettelijke ziekten. Ja, het besef van hygiëne, dat was vroeger nog niet zo sterk ontwikkeld, hoewel de reinheidswetten van Israëls God daar wel op wezen. Vroeger had je de pestziekte vooral. Nou, ik hoef alleen maar COVID te noemen, waar wij dan mee te maken hebben gehad. Long-COVID, dan heb je dan nog mee te maken. Zulke epidemieën zijn dus nog steeds gaande, terwijl we toch een medisch voortschrijdende wetenschap hebben. Maar we hebben het nog steeds niet geheel onder de knie. En dat zullen we waarschijnlijk ook niet krijgen. Er blijven door de zondeval scheuren en barsten door de schepping lopen. En als laatste teken noemt van de komst van zijn koninkrijk noemt de Heer Jezus de aardbevingen die er op verschillende plaatsen zullen zijn. Nou, ook daar hoef ik niks over te zeggen. Kort geleden nog in Nepal. Het houdt maar niet op, hè? Al die aardbevingen. Nu hier, dan daar. Ja, dat kunnen we dan wetenschappelijk inmiddels verklaren. Botsen van grote aardschollen en op breukvlakken in bepaalde gebieden, daar moet je vooral geen huizen zetten die zomaar in kunnen storten. Die moet je wel aardbevingsbestendig daar bouwen, als je ze daar al wilt bouwen. Anders krijg je een puin met veel slachtoffers. Wat erg allemaal. En dan vragen de mensen, waarom moet dat allemaal zo? Gemeente, blijkbaar is er geen verlossing van deze wereld
dan doordat het zo moet gebeuren. Jezus zegt dat. Hij geeft er geen andere verklaring voor. Het moet omdat zo pas zijn koninkrijk kan komen. En dan voegt hij eraan toe, in vers 8, al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dat woord gebruikt hij. Er komt dus een nieuwe tijd, maar die komt niet dan door weeën heen. Zoals een kind dat wordt geboren. Dat gaat sinds de zondeval ook door weeën heen en niet anders. Met smart zult u kinderen baren, zei God tegen Eva. En zo komt er ook geen nieuw, geen eeuwig leven dan door de smarten, door de weeën van de tekenen der tijden. Gemeente, ik denk wel eens, we hebben veel te weinig oog in het algemeen. Veel te weinig oog over hoe sterk de nasleep van de zondeval doorwerkt in de wereldgeschiedenis. Die onverlostheid, die onvolmaaktheid, die ellende van de wereld, kan je zo aangrijpen, nietwaar? Je kunt er verdrietig van worden, dat de werking van de zonde nog steeds zo groot is. Nou, enerzijds zijn de tekenen die de Heere Jezus noemt dus een nasleep van de zonden die wij mensen sinds Adam nog steeds zo vaak doen. Gods vloek over de zonde van de mensheid. Want kijk eens naar die mensheid. Is die nou zo vroom tegenover de Heere? Nee toch? Een vloek van God over de zonde van een afkerige mensheid. Ja, daar mag je tegenwoordig liever niet over praten, maar het is wel zo hoor. De Bijbel zegt dat zo. Maar anderzijds zijn diezelfde verschijnselen, die tekenen, ook tekenen van een nieuwe tijd die zal komen. Maar die zal komen. Jezus heeft op Golgotha voorgoed de schuld van de zonde weggedaan en in principe de macht van de zonde gebroken. Hij heeft in principe de macht van de duivel overwonnen. Hoewel die duivel tot onze ontzetting en tot onze grote vraag nog steeds zoveel ruimte krijgt van God om zijn verderfelijk werk te doen. Die gebrokenheid van het leven is nog alom te merken, nietwaar? En het is voor ware gelovigen die al hun heil van God in Christus verwachten, vaak moeilijk om achter de Heere Jezus aan hun kruis te dragen. Maar al die tekenen die Jezus al voorzegd heeft, die zijn tegelijk geboorteweeën van een nieuwe tijd die eraan staat te komen. Jezus geeft juist onderwijs om aan te geven dat alles wat er hier gebeurt niet zomaar gebeurt. Niet zonder Gods wil, Gods toelating. Het is een waarschuwing voor de wereld, maar het is een vertroosting voor zijn kerk. Zo bedoelt de Heere Jezus het. Het loopt God niet uit de hand. Hij werkt zijn plan uit met deze wereld. Hij voorziet alle dingen. Ik geef toe, je staat als christen wel eens met je mond vol tanden. Wanneer ongelovigen zeggen, is dat nou een God van liefde? Bestuurt hij alle dingen wel? Omdat ze geen besef hebben van wie God is. Van Gods genadige geduld. Van Gods toelating. En ook niet van zijn rechtvaardige oordelen en zijn straf over goddelozen. Dat wij zondaren die rampen verdiend hebben, omdat wij God vergeten zijn, omdat we hem niet lief hebben, hem niet dienen. Een dominee zei eens, ik ben nooit vergeten, alles wat boven de nullijn uitkomt, dat is genade. Dat is toch zo? Maar dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die God niet kennen, geen besef van hem hebben. En de duivel, die fluistert het ook in. Als die al bestaat, dan doet God het fout. Heel gemakkelijk fluistert hij dat in mensenharten in. En ook in de harten van christenen kan zo'n vraag wel eens opkomen. Heere, doet u het wel goed? Dat is de aanvechting van het geloof.
Anderzijds kun je ook zeggen, zie je wel dat de Bijbel waar is? Jezus heeft het al voorzegd dat er oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en zo zullen komen. Hoe duidelijk wil je het nog hebben? Als we het onderwijs van de Heere Jezus nu verder willen beluisteren, gemeente, dan wijst hij ook nog op de gevolgen die zijn gemeente op aarde zal ondervinden in vers 9. Ze zullen u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen. Velen dus bij wie het geloof blijkbaar niet diep zat, meelopers. En dan zullen ze elkaar overleveren, zegt Jezus, en elkaar haten. Elkaar overleveren. Ja, om eigen straf te verminderen, stel ik me dan voor. Dan zeggen ze, nou, maar die en die, die hoort er ook bij. Nee, dat zijn geen ware gelovigen geweest. En dan wijst de Heere Jezus weer op dwaalleraars, voor de derde keer, hè? Valse profeten die er velen zullen misleiden. Dus in en buiten de kerk zal het niet rustig blijven. Altijd zullen er theologen zijn met eigen meningen of andere geestelijke leiders die de gemeente willen meevoeren naar hun eigen inzichten. En dat zal ze nog lukken ook, zegt Jezus. En wat ook een opvallend verschijnsel zal zijn, dat is de wetteloosheid die zal toenemen. Het gebod van God, de Bijbel zal weinig invloed meer hebben onder de mensen. Ja, geen wonder dat daardoor dan ook de liefde tussen de mensen zal verkillen. Als je niet meer beseft dat God je lief heeft, ja, wat voor liefde heb je dan nog naar anderen toe? Dan denk je alleen maar aan jezelf. En ik schrik ervan hoe actueel deze woorden inmiddels zijn. Zal er bijvoorbeeld nog zoiets wezen als een zorgzame samenleving? Daar moeten nou de verkiezingen weer over gaan. Er is een week voor het leven nu begonnen. De beschermwaardigheid van het leven, jazeker. Zal er nog iets als een zorgzame samenleving zijn? Zal er voor eenzamen worden gezorgd? Mogen zwakbegaafden nog een plek hebben? Of ouderen? Of gaat iedereen alleen maar voor zichzelf? Het individualisme ten top. En wat ook nog opvalt, gemeente, in Jezus' onderwijs, dat is dat hij aangeeft dat het evangelie van het koninkrijk eerst over heel de wereld gepredikt zal worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan pas zal het einde komen. Nou, die fase is, dunkt mij, ook heel dichtbij. Want via de moderne media en via de vertalingsmethoden op computers gaat het vertalen in kleine taalgebieden, want dat zijn het vaak nog, kleine taalgebieden, ook steeds eenvoudiger en steeds sneller. Iemand van de Bijbelverspreiding die zei dat de tolken, de taalkundigen die die vertalingen zullen verzorgen, die zijn nu al geboren. Want over een tijdje dan zal ieder volk wel een deel van de Bijbel of de gehele Bijbel kunnen lezen. Ik las ook dat er op dit moment geen land ter wereld is waar, al is het maar een kleine gemeente ergens in een dorp of een stad, waar een kleine gemeente van Christus is. Dat is ook bijzonder. Het valt misschien niet op, maar toch. Onze catechismus die zegt terecht dat de Zoon van God uit het hele menselijk geslacht van begin tot eind zich een gemeente vergadert ten eeuwige leven. Dat doet hij dus nog steeds. En pas wanneer de Heere Jezus dit alles heeft aangegeven, dan komt hij in vers 15 tot 22 toe aan de beantwoording van die vraag van de discipelen over al deze dingen. Die tempel.
Al deze dingen. En dan zegt hij dat er de gruwel van de verwoesting komen zal, waarvan de profeet Daniël gesproken heeft. Ja, dat lees je in Daniël 11 en 12. Daniël die heeft in zijn tijd gesproken over een toekomstige ontwijding van de tempel in Jeruzalem. Die is gebeurd, zeggen de bijbelgeleerden, zo rond het jaar 170, 160 voor Christus. Dat was de toekomst voor Daniël, maar toen dus is er een heidense koning Antiochus geweest en die heeft in Jeruzalem varkens geofferd op het tempelplein voor zijn eigen oppergod Zeus, die Griekse oppergod Zeus. Dat was een gruwel der verwoesting, kunt u zich indenken. Maar dat was toen Jezus deze woorden zei ook al geschiedenis, het was al een gebeurd, zo'n 200 jaar geleden. En dat was zeker een gruwel in Gods oog, maar dan zegt Jezus dat gaat nog een keer gebeuren. Laat hij die het leest erop letten. En die latere verwoesting van de tempel die heeft inderdaad plaatsgevonden. En dan moet je denken aan het jaar 70 na Christus. Dus dat is 40 jaar nadat de Heer Jezus deze woorden gesproken heeft. En toen hebben de Romeinen behoorlijk tekeer gegaan. De Joden hadden een lang en taai verzet gepleegd. Maar ze zijn bloedig en wreed neergeslagen. De onderdrukking van die oude stad is heel zwaar geweest, heel zwaar. Er hebben kruisen gestaan op de heuvels. Maar die belegering van Jeruzalem toen, jaar 70, is dat de enige grote verdrukking geweest waar Jezus het over heeft in vers 21. Er zal een grote verdrukking zijn zoals hij er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal, slaat dat alleen maar op dat grote beleg, dat ontzettende beleg van de Romeinen toen. Datzelfde kun je ook afvragen als Jezus het over oorlogen heeft en epidemieën en hongersnoden en valse christussen en aardbevingen en verkilling van naastenliefde en wetsverachting. Is het alleen maar toen geweest? Het lijkt me toch van niet. U en ik, wij zien toch de dingen ook vandaag volop nog voorkomen in deze wereld. En daarom, gemeente, moeten we ons goed realiseren dat de Heer Jezus antwoord geeft op de vragen van zijn discipelen toen, naar aanleiding van de tempel die ze zo mooi vonden. Ziet u al deze dingen? Dan zegt de Heer Jezus, al deze dingen die zullen wegvallen. Daar moeten ze maar niet op vertrouwen, op dat stabiel ankerpunt, alsof God nooit zou toelaten dat zijn tempel zou worden verwoest. Het zou in de toekomst gebeuren, zegt Jezus. In de tijd van het komen van Gods koninkrijk, er zou nog heel wat gebeuren. En daarbij zou niet alleen naar de komende 40 jaren moeten worden gedacht, tot aan die tempelverwoesting in het jaar 70. Want dat slaat dan op dat geslacht dat niet voorbij zal zijn gegaan voordat het is gebeurd. Dat slaat op het jaar 70. Maar eeuwenlang, zo stellen we nu na zoveel tijd vast, eeuwenlang duurt de komst van het koninkrijk van de Heere Jezus. De Heere Jezus vertelt het achter elkaar alsof de discipelen dachten, nou dat zal binnenkort allemaal gebeuren. Maar als je profetie leest, dan moet je het altijd goed proberen te duiden. Dat noem je het profetisch perspectief, hè? Het gebeurt maar niet allemaal tegelijk. Het gebeurt achter elkaar en er kunnen hele lange perioden tussen zitten. Iemand vergeleek het met een foto van de Zwitserse Alpen. Nou, als je er nooit geweest bent en je ziet dan zie je een paar bergtoppen tegelijk, dan denk je, oh, dat zit allemaal dicht bij elkaar, maar dan kan een kilometers kunnen er tussen zitten van dalen. De discipelen hebben gedacht, oh, dat gebeurt allemaal gauw, dus. Te meer omdat de Heer Jezus dus had gezegd in vers 34, voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Nou, ik zei al, voor wat de verwoesting van de tempel betreft in het jaar 70, ja, dat is inderdaad 40 jaar nadat Jezus dit gesproken had ook gebeurd. Al deze dingen, ziet, want daar ging het om, ziet u al deze dingen? Ja, nou, die gaan weg. Een Bijbelse profetie moet je altijd bedenken dat die meer duidig kan zijn, hè, op meerdere situaties betrekking kan hebben.
Je ziet het als de Heer Jezus die profetie van Daniël aanhaalt. Hè? Die gruwel van de verwoesting, die is één keer gebeurd, maar ook nog een tweede keer. En dan komt ook nog bij, wij lezen het nu in ons Westen, maar als je nou leeft in een gebied waar het christelijk geloof nou toeneemt, bijvoorbeeld in Afrika of Zuid-Amerika, dan lees je dat weer heel anders. Je eigen tijd bepaalt de kijk op de profetieën. Maar hoe dan ook, gemeente, voor iedereen die de Bijbel en de roepstem van de Heere Jezus serieus neemt, we zullen meer dan ooit alert moeten zijn, waakzaam, als het om de tekenen van de tijden gaat. Want het gaat wel om de komst van Gods Koninkrijk. En die komt openbaar. Jezus zegt dat ook. Hij komt in het openbaar. Hij zal overal te zien zijn als hij komt. Want de bliksem van het ene einde naar het andere einde is te zien. Ik ga er niet verder over door, om het allemaal te uitleggen. Ik wijs er alleen nog op, gemeente, dat het laatste teken dat de Heer Jezus geeft in vers 29 als hij komt. Namelijk, dat is dus meteen na die grote verdrukking, die dus nog wel een hele tijd kan omvatten. Dan zegt hij, de zon zal verduisterd worden en de maan en de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Als je het leest, dan dat is ontzagwekkend. Er zal dus een heel groot en kosmisch gebeuren komen. Iedereen op de aarde zal het zien. En dan, zegt Jezus, dan zal de Christus komen, de Zoon des Mensen. Als hij op de wolken komt met grote kracht en heerlijkheid. Hij had het tegen het Sanhedrin al gezegd. Toen hij ondervraagd werd, de Zoon des Mensen zal komen. En zijn engelen zullen de uitverkorenen bijeenbrengen uit alle windstreken. En dan gaat de Heere Jezus het vervolg van dit hoofdstuk en ook in 25 nog spreken over het oordeel dat over alle mensen komen zal. He, een rechtvaardig oordeel. U moet denken, er is niet één rechter die ieder mens zo kent als de Heer. Een rechtvaardig oordeel over wat je hebt geweten, hebt kunnen weten of niet hebt kunnen weten. De Heere bepaalt dat wel. Hij weet dat wel. Zijn vonnis is volstrekt rechtvaardig. Maar gemeente, we hebben nu wel genoeg gehoord en gelezen om die waarschuwing van de Heere Jezus toch ter harte te nemen. Vers 37, dan wijst hij op de vijgenboom. Als die uitspruit, dan weet je dat de zomer nabij is. En hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins, zullen zeker niet voorbij gaan. Zijn woorden. De gemeente, de Heere Jezus vertelde het niet aan zijn discipelen en ook niet aan ons die dit lezen, om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, zodat we precies zouden weten wanneer en hoe die tekenen geduid moeten worden. Wij kunnen al die gegevens niet, zoals het zoveel eeuwen al geprobeerd is, een chronologisch schema op te stellen. Van zo en zo zal het gaan, een soort spoorboekje in de loop van de tijden. Dat is typisch westers om het zo te doen. He, dat je zou kunnen uitrekenen hoe de wijzers op Gods klok staan. Nee, dat bedoelt de Heere Jezus niet. Want ik denk, stel je nou toch voor, he, dat je precies zou weten wanneer hij zou komen. He? Over 14 dagen komt de Heere Jezus. Nou, hoe zouden we dan reageren? Zou u dan nog uw gewone werk doen? Ja, Luther zei, als ik weet dat hij zou komen, dan zou ik nog vandaag nog een appelboompje planten. Ik zou gewoon door moeten gaan met mijn werk. Maar ik weet niet of we dat zouden doen. Zou het geen chaos worden? Over 14 dagen komt de Heere Jezus. Of was er nou gezegd, oh, over 100 jaar pas. Je kunt nog een eeuw wachten. Nou, dan zouden we denken, oké. Dan hebben we nog wel even de tijd. Hoe is het dan met je waakzaamheid?
Nee, de Heer Jezus heeft dit gezegd opdat wij per dag met hem zouden leven. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk wat aan hetgeen hij heeft verricht en wat hij nog zal verrichten. Bidden we elke dag of de Heer ons bewaren wil? Om tegen onze zonden te strijden en naar zijn geboden te leven? Hebben we de Heere Jezus als onze volkomen zaligmaker lief van harte? Hebben we hem nodig? Vertrouwen we die Heere alles toe? Alles en iedereen die ons lief en dierbaar is, o Heere, erbarm u zich over mij en allen die me lief en dierbaar zijn. En wanneer u of jij nou in de problemen zit, ik weet niet welke, moeite kent. Dat je toch bidt om eens willen te worden met wat de hemelse Vader met je voor heeft. Als hij je bidden niet lijkt te verhoren. Dat je toch bidt om moed en kracht om het vol te houden. Als je bang wordt van wat er in deze tijd allemaal gebeurt, wat er dreigt in de wereld. Want ons geloof is heus zo sterk niet hoor. Als het erop aankomt, het moet er maar eens op aankomen. Hoe zijn we dan? En daarom mogen we gemeente echt wel blijven bidden. Om te oefenen, want geloof is niks anders dan oefenen in het vertrouwen van God. Dat alles van hem leert verwachten. Opdat we inderdaad volhardend mogen zijn. En geduldig. En eenswillend. En waakzaam. Je bidt voor mede-christenen die met vervolging te maken hebben. Bid voor Gods kerk wereldwijd. Bid voor het Joodse volk. Ook voor de Palestijnen natuurlijk. Bid voor de verbreiding van het evangelie wereldwijd. Alles is in beweging, maar de Heer is ook in beweging. De Heilige Geest is ook nog steeds in beweging. En alleen zijn komst, en hij komt, hij is ook in beweging. Hij maakt alles goed. Uw komst is het die mijn heil volmaakt, zegt die psalm. Ja, dan is alle leed geleden hoor, dan pas. En dan is alle zonde voorbij en alle verdriet voorbij en alle dood voor goed verleden tijd allemaal geworpen in de poel van vuur. En God zal zijn, alles en in allen. En dan kunnen we inderdaad een blij vooruitzicht hebben op de Heere, die alles zal volbrengen. En wat geeft mij dat een rust? Ik hoef zelfs niks te doen. Ik laat het aan de Heere helemaal over. Ik ben gerust in hem. Amen.
Gemeente, willen we de Heer ook bidden en danken. Heren, zo hebben we uw onderwijs gehoord. Het zat al eeuwen in het evangelie. Zo lang duurt het al voordat u komt. Heren, wilt u geven dat we bereid zijn wanneer u komt? We hebben het gebeden, gezongen, maar laten we het ook echt bidden. U hebt genoemd wat er allemaal nog op aarde gaat gebeuren. Al gebeurd is, maar ook nog zal gebeuren. Geef dat wij dagelijks dan ook uw aangezicht zoeken, Heren. Want we kunnen nooit alleen door het leven gaan. Die last is veel te zwaar. We hebben u nodig. Zeker in een tijd vol dreigende ontwikkelingen. Dat we een biddend en afhankelijk leven mogen kennen, Heren, met u. Wil ons iedere dag bewaren voor de zonde. En laten we er ook echt tegen strijden in ons leven. Eerlijk belijden. En dan steeds maar weer terugvallen. Voor het eerst en steeds opnieuw terugvallen op dat volbrachte werk van u, Heere Jezus Christus. Dat we u als onze volkomen zaligmaker mogen aanroepen. En u alles toevertrouwen waar we in ons hart mee kunnen rondlopen, Heere. Juist als we ons om veel dingen zorgen kunnen maken. Als we het in ons eigen leven moeilijk hebben. Wilt u zijn met ons en allen die ons lief en dierbaar zijn, Heere. En geef dat we eenswillend zijn met alles zoals u het doet, Heere. Want wij kunnen het nooit begrijpen. Wij mogen geen kritiek hebben op wat u doet. Heere, wij bidden u. Erbarm u ook over allen die in hun nood en moeite, in alle ellende zich tot u wenden, Heere. Er zijn heel wat mensen op de wereld. We bidden u voor alle die met oorlogen te maken hebben, Heer. Het zij in Oekraïne of in Israël of in de Gaza-strook of waar dan ook, Heer. Wat een leed en verdriet. Heer, wil u nog met uw vrederijk komen? Wilt u de haat jegens het Joodse volk beëindigen, Heer? Want ze zijn toch de eerste in uw huisgezin. En geef dat ze zich ook tot u zullen wenden. En uw zoon, de Messias, ook voor Israël. Heren, dat u dan komen zult. In macht en majesteit en heerlijkheid. Wanneer het zal zijn, dat weten we niet. Heren, deze strijd in en rondom Israël, Heren. We bidden u om een rechtvaardige afloop. Dat het nog mogelijk mocht zijn, Heren, dat Israël en de Palestijnen in twee verschillende staten in vrede naast elkaar mogen leven. Geef alle leidinggevenden die hier een voorname rol in spelen, Heren, wat nodig is om met wijsheid en overleg. Want wapens kunnen het grote verschil niet maken, toch, Heren? Wilt u met uw vrederijk komen? Dat is toch vooral wat we als kerken hebben te bidden. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Heren, wij bidden u, wilt u ook de slachtoffers van besmettelijke ziekten gedenken? En alle die met de gevolgen van aardbevingen te maken hebben, van wie het huis niet meer overeind staat. En alle die op de vlucht zijn, Heren. En alle de mensen die honger lijden. Geef alle instanties die zich met al deze mensen bezighouden uw zegen, dat uw hulpverlening op een goede plek terecht mag komen. Geef, Heer, dat uw evangelie overal verkondigd wordt. Want pas dan, als dat gebeurt, dan zult u komen. Dat hebt u zelf beloofd. Sterk zo ook de christenen in de vervolging, Heren. En wees overal waar uw hulp nodig is. Uw genade. Heren, alleen uw komst maakt alles goed. Geef dat uw bruidsgemeente daarnaar leert uitzien. Daarnaar leert verlangen, Heren. Deze wereld redt het niet van zichzelf, maar u wel. U redt haar, Heere Jezus. We danken u dat u dat beloofd hebt en ook zult doen. En geef dat we allen dan, Heere, dat mogen weten voor onszelf en dat ook mogen uitdragen. Er is redding alleen bij Jezus Christus. Heere, ga zo met ons ook de woelige week weer in. U weet wat we nodig hebben.
Heer, wilt u de gemeente hier gedenken? We denken ook aan de jongeren van de gemeente, Heer. Wilt u het jeugdwerk ook gedenken? Want ze horen er ook bij, de jonge mensen. Maar ook de ouderen, Heer, wilt u die ook niet vergeten? En de gezinnen gedenken, en de alleenstaanden, de alleengaanden, Heer. Ach, ons allemaal, de ambtsdragers, de predikanten, Heer, wilt u het gemeentelijk leven zo zegenen en goede voortgang doen hebben. Heer, het wacht alles op uw zegen. Vergeef wat ook in deze eredienst niet was tot uw eer. En hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Dan wordt gemeente uw gave gevraagd en dan willen we tenslotte zingen van het berijmde gebed des Heren. Waar we dan zingen vers 3. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en werp de troon des Satans neer. En het 9e vers, want van u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht en u is al de eer. U die ons helpen wilt en kunt. Nou, wat er verder volgt. 3 en 9 van het gebed des Heren.
Verhef dan, gemeente, uw harten tot hem die is en die was en die komen zal, en draag met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.